Goedemiddag allemaal. Nou, daar is hij weer. De zon. De zon is er eindelijk weer. Afgelopen week alleen maar mist, 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 mist. Waarvan ik dan zelf weet dat er gewoon heel veel aan de hand dan is op dat moment. En doordat nu de zon weer schijnt, wordt er letterlijk tegen mij gezegd: de zon gaat weer schijnen, ook in ieders hart. Speciaal voor de mensen die het nu heel zwaar hebben. Er zijn heel veel mensen in de war. Mensen die het niet meer weten. Die niet meer weten wie ze zijn. Dat snap ik ook. Want het licht en donker zit altijd in jezelf. En nou is de kunst om de donkere stukken in jezelf te gaan oplossen. Te gaan fixen. Zodat je de beste versie van jezelf gaat zijn. Want het is heel erg 3D en Matrix stijl. Als je anderen de schuld gaat geven. Dus ik raad ook iedereen aan. Ga met jezelf aan de slag. Zodat je de betere versie van jezelf kunt worden. En ga niet andere mensen de schuld geven van jouw gedrag. En al helemaal niet als er kinderen mee gepaard zijn. Gun die kinderen ook hun liefde. En hun eigen ontwikkeling. En niet dat je weer er een trauma bij bezorgt. Want dat is wat er dan gaat gebeuren. Het is helemaal top dat mensen met hun eigen trauma's aan de slag gaan. Maar let op dat je vervolgens niet je eigen kinderen dan toch weer een trauma gaat bezorgen. Liefde overwint altijd alles. Liefde en licht zijn de krachtigste energievormen. Dus de kunst is, ook al word je op dit moment heel erg pijn gedaan door een dierbare, de kunst is dan toch om in je eigen kracht te blijven staan aan de ene kant en aan de andere kant toch weer die liefde te blijven uitstralen. Ik zeg altijd, kwaad met kwaad vergelden, dat werkt niet. Daarom werken demonstraties ook niet. Vechten tegen de demonen, dat werkt niet. Dan ga je op dat lage frequentielevel je begeven en dat werkt niet. De kunst is om altijd in liefde te blijven, hoe moeilijk het ook is. Geloof me, I've been there. En ook ik word uitgedaagd met nieuwe triggers. Maar dan is toch de kunst, blijf in liefde. Blijf je licht schijnen. Wees die vuurtoren en blijf in je eigen kracht. En wacht rustig af. Totdat de boten de havens weer binnen zullen varen. Want de vuurtoren blijft gewoon staan. En blijft gewoon de licht erop schijnen. Zodat alle donkere stukken zullen gaan verdwijnen. En ik ben heel blij omdat ik gewoon de zon weer zie. Na een week gewoon niet. En ik raad iedereen aan die het zwaar heeft. Laat gewoon 10 minuten per dag op in de zon. Kijk ook even in de zon. En laat je derde oog verder open gaan. Zodat je ook meer dingen gaat zien. En ook gaat voelen. Dat is de kunst. Dus ik zou zeggen, blijf in liefde. Love you all. Stay strong. En blijf bij jezelf. Bye bye.